Nee, het was een, het, zeg maar, uh, een, een keuze tussen asfalteren of betegelen. Nee, uh, wij gaan dat niet echt doen. En waarom gaan we dat niet echt doen? Het is meer een uh, de motie komt meer uit een andere hoek. De motie komt uit de hoek dat wij vinden dat de verantwoordelijkheid genomen moet worden waar de verantwoordelijkheid ligt. En die ligt bij het bestuur van de school, dus bij school. En niet bij, uh, bij de gemeente. De gemeente heeft wel een, een rol. En die rol die pakken we graag. Alleen er wordt door iedereen gewezen naar de gemeente. De gemeente maakt er een puinzooi van. De ambtenaren moeten zich schamen. Nou, die hebben hier allemaal geen doen van. De, 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 het bestuur van de school is verantwoordelijk. En die uh, moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Nu is er een stuurgroep. Hoorden wij zojuist van de wethouder, die al bepaald hebben hoe de toekomst van het schoolplein eruit moet gaan zien. De wethouder heeft toegezegd dat de gemeente daarmee aan betaalt. Dus dat is allemaal hartstikke goed. We zijn ook heel blij dat dat op die manier gaat gebeuren. Want betegelen heeft ook niet onze voorkeur. Maar we willen wel uitspreken dat wanneer de verantwoordelijkheid niet genomen wordt door het bestuur, dat wij hem wel gaan betegelen. En waarom? Wij vinden dat de veiligheid van de kinderen voorop staat. En dat kan niet op deze manier. Dus wij houden de motie aan. Aan, mocht het zo zijn. Dat, uh, dat het bestuur maar blijft wijzen naar anderen. Dan, uh, dan, gaan, we, dan gaan wij over tot aannemen van de, de motie, neem ik aan. Um, en daarbij hebben wij ook de wens uitgesproken... of eigenlijk uh, hebben we gezegd dat de directie van de school... de medezeggenschapsraad moet terugfluiten. Want die staan hier in te spreken met z'n drieën. Um, drie personen van de medezeggenschapsraad... staan hier de gemeente, tegen de gemeente uh, allemaal, staan allemaal eisen te stellen aan de gemeente. Zij zijn punt 1 niet in de positie om eisen te stellen aan de gemeente. Zij moeten eisen stellen aan hun directie... die dat dan weer aan het bestuur doet. doet. Zo zit de raad in elkaar. Het uh, vindt het wel spijtig dat ik dat beter weet dan zij zelf. Uh, wij praten met het bevoegd gezag, dat is het bestuur, dat doet onze wethouder en daar nou hopen we dat het eindelijk een keer duidelijk is waar de bal ligt en de bal ligt op het schoolplein.